Hoi, in deze video laat ik je zien hoe je dit superleuke bloemetje kan maken. Je hebt er niet veel elastiekjes voor nodig. 12 elastiekjes voor de blaadjes en 13 elastiekjes voor het hart. En dan heb ik nog een groen elastiekje gebruikt om alles bij elkaar te houden. Je kan eindeloos variëren met de kleurtjes. Je kan ook de blaadjes in verschillende kleurtjes doen. Bloemetje heb ik niet zelf bedacht. Het komt van het kanaal Doodle Draw Art. Dat is een kanaal die eigenlijk gespecialiseerd is in tekenvideo's. Dus video's die jou helpen om een leuke tekening te maken. Dus als jij van tekenen houdt, dan raad ik je zeker aan om dat kanaal een keer te bezoeken. In de beschrijving onder deze video vind je een link. En ook hier linksboven plaats ik een link naar de originele video en kan je dus ook hun kanaal bekijken. Mocht jij het Engels lastig vinden om te volgen, zet dan het geluid helemaal uit, want dan kan het je ook niet afleiden. En dat geldt ook voor mijn video's als je mijn stem een keer zat bent. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want ik ben mijn eigen stem ook vaak zat. Als ik mijn eigen video's terugkijk, omdat ik wat op moet zoeken, zet ik gewoon ook het geluid uit en heb je meestal wel genoeg aan de beelden. Ik heb getwijfeld om deze video op te nemen, omdat ik dacht, ja, misschien ken je het bloemetje al. Maar aan de andere kant, als je het bloemetje niet kent, dan is het echt zonde om niet te weten hoe je het bloemetje maakt. Want het is wel een heel erg leuk bloemetje om in je collectie te hebben. Je hebt hem zo gemaakt en je kan hem leuk aan een tas hangen of aan een cadeautje wat je iemand gaat geven. Dus wat dat betreft neem ik de gok en neem ik deze video toch maar voor jou op. Veel succes! Ik ga het hart van de bloem maken van oranje jelly elastiekjes. Ik heb gemerkt dat dat toch wel een heel leuk effect geeft, omdat jelly elastiekjes vaak een beetje samensmelten, zeg maar. Het wordt meer één geheel. En we gaan deze 6 pinnen gebruiken. En het lijkt een beetje op een starburst. Het eerste elastiekje plaats je vanuit het middelste pinnetje, hier onderaan naar links. Het tweede elastiekje sluit ik daarop aan. En het derde elastiekje gaat vanuit dit pinnetje naar het midden. En je ziet, als je werkt met de Rainbow Loom, begin je bij de rode pijl. Let er anders op dat de opening van de pin aan de andere kant is van jou. Ik heb even mijn licht weer wat bijgesteld. We hebben hier een C-vorm gemaakt. Ik ga terug naar dat onderste pinnetje en ik ga hetzelfde doen naar rechts. Vervolgens ga ik rechtdoor. En daarna ga ik weer naar het midden toe. We gaan nu vanuit het middelste pinnetje verder. En zo maken we een stervorm. Of een bloem, wat je wilt. Bij de starburst twijfel ik ook altijd of ik het nu een ster of een bloem moet noemen. Maar vanuit het middelste pinnetje ga ik hier naar rechts. En deze volgorde is wel belangrijk om precies zo aan te houden voor als we zo meteen gaan haken. Nu ga ik vanuit het pinnetje rechts naar beneden. En vanuit dit pinnetje ga ik helemaal naar beneden. Daarna links naar beneden. Of links naar beneden naar het midden, dat maakt niet uit. En vervolgens links boven naar het midden. En dan vanuit het midden nog een keertje rechtdoor naar boven. Dit is wat we tot nu toe hebben gedaan. De bloemblaadjes maak ik in het lichtgroen. Dus op deze pinnetjes waar de bloemblaadjes gaan komen, doe ik 2 groene elastiekjes aan de buitenkant. En dat vind ik eigenlijk nog het lastigst, het meest lastig van deze bloem. Dus als we straks gaan haken, dat die losse elastiekjes blijven zitten. Ik draai nu de loom om, zodat de opening van de pin aan mijn kant is. En ik ga een capband maken van 2 ringetjes. Een enkel oranje elastiekje en die capband komt hier in het midden. En 2 ringetjes, ik zet heel even mijn loom neer. Kijk, daar gaat het eerste blaadje al. Ik doe dit elastiekje 2 keer op mijn haaknaald. 1 en 2. Heb ik een dubbel gevouwen elastiekje. En dat elastiekje doe ik hier in het midden. Nou, nu gaan we vanuit dit midden
gaan we haken. En nu is de volgorde heel belangrijk, want hier zitten heel veel elastiekjes boven elkaar. Maar ik weet dat dit het elastiekje is wat ik als eerste moet pakken. Dat elastiekje ligt bovenop. Dus ik ga die capband in en ik pak dat elastiekje eruit. Ik help eventueel met mijn andere hand om die capband vast te houden, want die mag niet meekomen. Dat wil die wel, zeker bij de eerste. En ik haak het elastiekje waar de andere helft nog op zit en dat is dit pinnetje. Het volgende elastiekje wat bovenop ligt is dit elastiekje. Dus omdat ik dat weet, kan ik al een beetje zo naar de zijkant gaan en hem op deze manier eruit halen. Hij is mooi vrij, dus hij mag op dit pinnetje. Het volgende elastiekje, deze. Omdat ik het al weet, kan ik hem al zo via de zijkant naar het midden halen en eruit haken. En op dit pinnetje zetten. Het volgende elastiekje. En omdat ik dat weet, kan ik hem al op deze manier naar het midden trekken en eruit halen. En op dit pinnetje haken. Het wordt alleen maar makkelijker, want er zijn steeds meer elastiekjes uit de weg. Dit is de volgende. En de laatste. Nu moeten we de rand nog haken om de bloem te verbinden. Kijk even welk elastiekje bovenop ligt. Bij mij is dat deze. Dus ik ga in deze druppelvorm. En die duw ik naar achteren, de elastiekjes die ik niet nodig heb. En dan pak ik dit elastiekje op. En ik haak het elastiekje voorzichtig uit. En ik haak het bij mij naar beneden. Ik haak nu eerst deze kant. Dan ga ik terug en dan haak ik de andere kant. Hier ben ik gebleven. Dit duw ik naar achteren en ik pak het oranje elastiekje op en ik haak hem naar links. Ik ga in die druppelvorm en ik haak het elastiekje naar dit middelste pinnetje. Je ziet dat het hier niet goed zit. Er staat spanning op, dus ik ga heel even met mijn haaknaald in dit rondje maken om dit pinnetje. En nu zit het elastiekje wel goed. Ik ga nu terug naar dit pinnetje waar ik ben begonnen. En ik pak dat laatste oranje elastiekje op en ik haak hem naar boven. Dit is nu een druppelvorm, daar ga ik in. Alles naar achteren. En dit elastiekje gaat naar links. En het laatste elastiekje gaat hier naar het midden. En dan is je bloemetje gehaakt. Ik pak nu een andere kleur groen elastiekje. Ik had ook dezelfde kleur kunnen nemen of oranje, dat maakt niet uit. Hier komt alles samen, hier zit alles los. Dus voorzichtig, ik steek mijn haaknaald in al die losse lusjes. Zet dat elastiekje op mijn haak en trek hem door die losse lusjes naar boven. Beide lusjes op de haak. Nu zit er alleen nog een bloemblaadje tussen en dat is niet de bedoeling. Dus ik moet eigenlijk heel even dit blaadje loslaten. En dan mijn haaknaald eerst door die blaadjes heen steken. En dan dit lusje op mijn haak zetten. Nu kunnen die bloemblaadjes over mijn haak heen. En heb ik het elastiekje wat ik er doorheen getrokken heb vrij, zonder dat er blaadjes tussen zitten. Nu maak ik een knoopje door het achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten. En je trekt het aan. En dan kan je bloemetje van de loom af.
moet je waarschijnlijk een beetje in model trekken. Kijk maar hier, hier zit het niet goed. En dan is je bloemetje klaar. Zo gemakkelijk is het. Ik hoop dat jij het ook gemakkelijk vond en dat het bij jou is gelukt. Dank je wel voor het kijken. En tot in de volgende video. Dag!